Hi. Gaat het? In een vlog, wat je doet, hè? Het is een vlog. Welkom bij deze nieuwe vlog. We gaan naar de... Waar gaan we naartoe? Ronald, kijk jij even je camera aan. Een beetje een mooie kop. Yo, al geabonneerd? Zie ik me nu uitleggen waar we naartoe gaan? Ja, ga jij maar bij. Ik heb verkeer hier, want ik zat verkeer. Nou, we gaan straks een spannende avontuur beginnen. Het is nu al spannend, we zijn al door de rood gereden. We hebben bijna een dodelijk ongeluk gehad, omdat we bijna de sloot in reden. Hij loopt te rage over de stoplichten. Maar we gaan straks Call of Duty spelen in Den Haag. Den Haag. Den Haag. En dan gaan wij er een tof potje van maken, hè? Ja, een nieuwe DLC natuurlijk. Een nieuwe DLC van Advanced Warfare. Supremacy. Hoe? Supremacy. Nou, we zijn nu eindelijk in Zoetermeer. Hoe laat is het nu? 7:30 geweest. Moest hij hier voor de camera pakken? Wat dan? Wat zei je? Moest hij daar voor de camera pakken? Nee, we gaan Sharon ophalen. Moest ik nog even ophalen. Sharon zei het allemaal wel, denk ik. En dan gaan we parties. We zijn er gelukkig maar. Bijna 1,5 uur later. Tot links. Kutvila. Omdat mensen niet kunnen rijden. Mensen kunnen niet kunnen rijden. Die rijden tegen een muur aan. Noobs. Dat is geen race, maar dat is geen race. Dat is bijna A2 races. A2 races, ja, dat is leuk. Want daar ben ik zo. Ja, fucking ziek was dat. Dat is leuk. Kun jij dat nog herinneren? Ja. Kun jij dat nog herinneren? Ja. Nou. Zo daar. Nou, zijn er. Ja. Ben je blij, Fissy? De crew hier. Kijk, dit is mijn tegenwoordige nutloader bij mij. Hij doet al wat. Ik doe maar wat. Ik doe niks. Haar kennen we nog. Ik kijk gewoon. Ik ben een kijkertje. Dankjewel. YouTubers en uw community. Dat zijn er meer, sorry Beth. Call of Duty fans in de huis. Kijk, dat is allemaal goed. Iedereen welkom, dankjewel voor alle moeite. Sorry? Ik kom zo bij je staan. Komt goed. Hey, we hebben hier een multiplayer tafel. Daar kan straks iedereen de nieuwe DLC map spelen. Tot 9:30, want dan hebben we twee All-Star Pro teams. Die gaan tegen elkaar spelen. De best of three, als ik het goed heb. En dan de winnaar krijgt natuurlijk een supergrote Call of Duty prijs. Die staat er volgens mij nu niet. Toch? Nee. Dat komt straks. Wordt gebracht. Maar de verliezers, dames en heren, die krijgen natuurlijk de verschrikkelijkste prijzen van vanavond. We hebben daar in het hoekje, zoals jullie allemaal zien, als Tess even kan pakken voor mij. En even ik moet dus blond ben, 12, godverdomme. Nee. Presentatoren onderling! Dit zijn hele stoeptegelkrijtjes. Stoeptegelkrijtjes, jongens, laat je horen! Een pyjama vanuit de Libra. Hey, voor de pyjama's. Dankjewel jongens. En om 10:30 zijn de tafels dan weer vrij, want dan is de ultieme battle voorbij. Maar daar achterin het hoekje, als iedereen even kan kijken, hebben we twee tafels voor zombies. Ja. Dat houdt in dat we teamverband van 2. Teamverband van 2. En dan spelen we 15 minuten. En de beste score dat wordt gehaald. Eind van de avond krijgen we ook een bedrag. Of een prijs, sorry. Ik zei het bedrag. Oeps! Gaan ze eigenlijk allemaal claimen bij Rick natuurlijk. Nee. Sorry? Ja. Voor de rest wil ik graag iedereen een fijne avond wensen. We gaan lekker heel veel plezier hebben. En vooral voor de gamers die dadelijk gaan spelen. Jongens, achterin! Dankjewel. Voor de gamers die gaan spelen straks. Let even op je taalgebruik alsjeblieft. Hou het gezellig. En drinks on Activision. Dus iedereen heel veel plezier vanavond. Look into the
hourglass, the sands are falling through. We are running out of time to spare. There's no turning back to where we came from. All we know is what's ahead, and all we want is what's in front of us. We can go today. Toe. En toen was hij dus zijn gezicht aan het afwegen met wc-papier. En dan zijn kont aan het drogen. Snap jij het? Deze man. Ja, hij had zijn adem wel mooi echt, omhoog. Maar het lijkt op elkaar. De blower stond ook niet eens aan. Dat was echt. Het lijkt dus helemaal op elkaar. Er was gewoon iemand aan het blazen op zijn kont. En ik zag zo'n kleine neger met zo'n bamboeblad. Ja. Dus ik dacht zoiets van, hé jongens, wat zit je aan het doen? En hij kijkt me aan en dus ik dacht, what the fuck, ik laat het wel gaan.
dus. Maar Fischie was wel goed reinig. Ja, was hij wel... maar 17 keer. 17 keer? 17 keer, inclusief en, bij mij. En hij is maar 400 gram afgevallen. Dat vind ik heel frappant. Ja. Nee, dat is een grapje, ik ben ook dik. Kom samen, samen dik. Ja, ik ben wel 5 kilo af. Ja, echt? Hij is dat lijn, hè? Ja, ben dat lijn. En hij heeft het gevonden. Ja, hij mag wel een paar kilo bij hebben, ja, die gratis kaas. Kaas, hey, niet racistisch zijn, hoor. Kaas. Kaas. Niet racistisch, maar kaas. Nou ja, ik voel me wel een beetje kaas. Ik voel me wel kaas hier, hè? Nee, maar luister dan. Waarom moet het visje doen? Black Ops min 3. Ik hoor wat denk je? Nee, wat ga je even de laatste woorden van Bart? Laatste woorden van Bart de Graaf. Leuke. BNN man. BNN Bart, is allemaal Bart boos. Bart de Graaf. Yes. Kijken is lijken. Dit fluisterde hij net in mijn oor. Hij zei net, ik zei die laatste woorden. Hij zegt, kijken is lijken.